Lisdodden kunnen worden ingezet als veevoer. Dat blijkt uit een proef van het Louis Bolk Instituut op het KTC Zegveld, waar een veld lisdodden ligt. De resultaten waren dat de droge koeien tot een kwart van het rantsoen in droge stof de lisdodden opnamen. Dat ging om ingekuilde lisdodden. Die hadden we gehakseld met een maishakselaar. En eigenlijk vielen de resultaten best positief uit in de zin van dat we de organische stofverteerbaarheid gelijk bleef tussen rantsoenen. En dat dus de lisdodden de benutting van de rantsoenen zeker niet negatief heeft beïnvloed. En de koeien hebben voor de rest gevolgd tijdens het afkalven en zagen we ook geen bijzonderheden aan. Het gewas kan interessant zijn voor melkveehouders op veen. Melkveehouders kunnen dit in eerste instantie inzetten op de stukken die nu al wat natter zijn en moeilijk droog te houden zijn. Kun je daarop lisdodden gaan telen en het als veevoer gaan gebruiken. Hier in Zegveld worden er proeven gedaan met het inkuilen van de lisdodden en ook met het voeren van de lisdodden aan de koeien. Melkveehouder Anton Oskam uit Driebrugge heeft 13 kilometer slootkant. Hij is vorig jaar gestart met de teelt van lisdodden. Nou, ik heb het vorig jaar gevoerd in stukjes van 10 centimeter gesneden. En ze zijn... Ze pakken het eerder op, omdat je vers voert. Maar ingekuild heb ik het nog niet gedaan. Dat gaat dit jaar gebeuren. Wat heeft u vandaag geleerd? De voederwaarde. Daar was ik benieuwd naar. En waterkwaliteit. Ik doe het langs de slootkant en hier hebben ze een aparte perceel. En ik heb te maken met de waterkwaliteit. En dat is toch iets anders als hier laten ze het in. Het gewas is vezelrijk en zorgt voor een hogere vertering van organische stoffen. Deze proef is gedaan met droge koeien. Binnenkort krijgen ook de melkkoeien verse of ingekelde lisdodden. Ja, de lisdodden is rijker aan calcium dan gras. Dus dat is misschien voor droge koeien een aandachtspunt als je heel veel lisdodden zou voeren. Bij de proef met melkkoeien verwacht ik dat je eigenlijk best wel een paar kilo lisdodden kan voeren in een rantsoen van melkkoeien zonder... effecten te verwachten op de melkproductie. Toch omdat het een relatief redelijk goede voederwaarde heeft. En best wel structuurrijk is. Dus vooral rantsoenen die van het veenweidegebied van nature meestal wat rijker zijn aan stikstof dan de behoefte. Wat rijker aan eiwit zijn dan de behoefte van de koe. Ja, kan je waarschijnlijk best wel wat lisdodden inmengen zonder dat het problemen hoeft te geven. En dus kan je op die manier best wel wat lisdodden in kunnen zetten van je bedrijf op plekken waar nu geen gras kan groeien.